de kans dat ik je dochter geneukt heb is best wel groot. Ja, ja. Zei ik zonder erover na te denken en dan stond ik daar helemaal achter. En nu als ik zoiets op zou schrijven, denk ik van wow. Dat Shownieuws alvast de naam bekend had gemaakt. Gewoon voordat wij naar buiten waren met het nieuws dat ze geboren was. Ik ga niet mijn hele leven keihard trainen om ooit hopelijk een keer derde te worden op de Spelen of zo. Ik heb muziek wel benaderd als topsport en wel altijd gezegd van ja, wie het hardste traint, die wordt gewoon het beste. Ik vierde een miljoen streams binnen 2 maanden, vierde ik. Ja. Hij zat bij het pakken neer als het binnen 2 uur niet gebeurd was, weet je wel. Dus als het je raakt, raakt het je ook tot in je pik, weet je. Dan kom je er gewoon niet meer, je komt er gewoon niet meer weg. Kan ik lang en kort over lullen, maar ja, dat is er bij Kruintje Papi, is het nieuwe er nu af. Welkom bij Even Relativeren, de podcast. En deze keer met Kruintje Papi. Yes. Welkom. Dank je. Helemaal uit de Gronings hier naartoe gereden. Helemaal hierheen gereden. Ja, gisteren vertrokken. En we zijn er. Lekker een droge mond. Dus ik ben blij dat ik een lekker bakje thee heb. Ik heb een lekker bakje thee gezet. Mm-hmm. Ouderwets, met de fluitketel. Ja. Hey, Groningen, daar zou je niet snel weggaan, hè? Nee, man. Echt niet. Het liefst helemaal niet. We hebben net ook een huis gekocht, dus... Nee, ik zit daar helemaal top. Wat is er zo leuk aan Groningen? Dat bedoel ik niet negatief, maar ik ben er nog nooit geweest. Ik had Frank Lammers hier een paar weken geleden en die zei echt in zijn studententijd was Groningen de place to be. Ja, hij heeft ook gewoond, ja. Ja, wat maakt Groningen Groningen? Voor mij persoonlijk is het gewoon thuis. Als in, ik ben natuurlijk geboren in Rozenburg bij Rotterdam in de buurt. Daar heb ik gewoond tot 1998. Dus toen ging ik van groep 8 naar het middelbaar. Ja. En toen ben ik gewoon naar Groningen gegaan. Vond ik het helemaal kut. Vroeger toen in de Randstad hadden wij ook gewoon... het is geel en het gaat terug de tijd in. De trein naar Groningen, weet je wel. Dat was gewoon een ding. En ik merkte ook toen ik daar kwam... Ik kwam dan in een dorp in Zuid-Laren. Ja, daar liepen we gewoon wel nog wat achter. Ik was net een beetje klaar met Aussies en Air Max. En ik begon een beetje te skaten. En dat begon net daar. Maar op een gegeven moment heb ik daar wel helemaal mijn draai gevonden, joh. Ik vind die mensen in het noorden vind ik heel fijn. Ik vind de rust vind ik heel lekker. En ik heb daar gewoon uiteindelijk alles voor de eerste keer gedaan. Dus het is gewoon helemaal thuis. En nu vind ik het mooie aan Groningen dat het past supergoed bij mijn bestaan. Het is echt de hectiek in. En dan rij ik 's avonds zo weer terug Groningen in. En dan rij je zo. We hebben gewoon een soort twee bruggen die over het spoor gaan. En dan zie je een soort van geen skyline. ik ben er weer. Helemaal plat. Ja. Ja, lekker is dat. Je laat je werk achter en je gaat terug naar de rustige baken. Het is echt een... En ik bedoel, als je al je hele leven in Rotterdam woont, zal dat ook zo voelen. Maar voor mij is Groningen gewoon een groot dorp. Ja, ja. En ons kent ons. En nog superveel mensen die kennen mij gewoon als Alex, die Maverick, die op een gegeven moment begon te rappen, weet je wel. Ja. En voor een nieuwe generatie ben ik gewoon echt Kruintje Papi. En nu voor nog weer een nieuwere jonge generatie heb ik helemaal geen idee wie ik ben. Dus Ja, de stad is gewoon mooi. Het is gewoon een fijne stad. Mensen willen graag, mensen ondernemen veel. De horeca is... Zit een hoop innovatieve mensen in. Ik heb het idee dat de mensen in Groningen ook echt leven voor Groningen. En dat vind ik een heel gaaf gevoel. Ja. Dus ik denk dat is, als ik het uit moet leggen, een beetje wat het is. Maar het is veel gevoel. Vind je het niet grappig dat Nederland zo'n klein land, maar ieder dorpje of iedere provincie heeft echt zijn eigen mentaliteit? Mm. Wat is die mentaliteit in Groningen? Is dat te vergelijken met de Rotterdamse mentaliteit? Want je hebt ze allebei meegemaakt. Wat je wel veel hoort uit voetbal is dat sowieso de supporters van Groningen en Feyenoord altijd wel best wel goed met elkaar gingen. Ja, volgens mij ook. Echt, ja. Sommige mensen noemen het nuchterheid, sommigen noemen het een beetje bot en nukkig. En ik denk dat redelijk overeenkomt met in elk geval het Zuid-Hollandse. Ja. Ik vind aan Groningen vind ik wel fijn dat het gewoon recht voor zijn raap gaat. En je krijgt gewoon te horen wat er aan de hand is. En er wordt niet omheen gedraaid. En dat vind ik er wel lekker aan. Ja, lekker, want zo ben jij ook. Ja. Ja. Maar dat ben je dan ook geworden waarschijnlijk door de plek waar je opgegroeid is. Ik heb best wel snel ondervonden dat als ik gewoon iets gelijk zeg, dan is het eruit en dan kunnen we vanaf daar verder. Dus ik heb nooit echt heel erg door omheen gedraaid. Nee. Dat schiet voor mij gewoon niet echt op. Ik kan het gewoon beter tegen iemand zeggen. En soms zeg ik iets te snel en dan wordt het bot. Maar meestal pakt het in die end wel gewoon goed uit. Dat ik gewoon zeg van, hey, luister. Ja, tegen mensen of zo, weet je. Als ze mij veel appen, dan dat ik gewoon zeg van, hey, luister. Volgens mij moeten wij dit contact helemaal niet hebben. Ik vind het gewoon bezwaarlijk als jij appt. Ik merk dat ik geen zin heb om te reageren. Dus een vriendschap zit er niet in. Ja, dat kan je echt op die manier ook zeggen dan tegen je. Ja, maar dat is toch makkelijk? Want dan weet diegene waar die aan toe is. Ja. Dan heb ik niet dat ik
de hele tijd denk van, oh shit, oké, zet ik hem even op ongelezen en dan kom ik daarop terug. Ja, ben ik 4 maanden verder. Denk, ja, kun, hou ik van ongelezen af. En dan heb ik eigenlijk gewoon nooit gereageerd. Dus als ik gewoon gelijk zeg van, hey, luister, dit gaat hem niet worden. De vraag die hij stelt, dat, ja, daar ga ik niet op in. Maar je kan dus enorm goed je grenzen aangeven. En volgens mij vinden heel veel mensen dat juist lastig. Ja, nee, daar heb ik niet zoveel moeite mee, nee, om eerlijk te zijn. En hoe reageren mensen daarop? Want kijk, jij kan dat, jij kadert gewoon heel goed je eigen space af van oké, tot hier en niet verder. Maar er zijn ook heel veel mensen die daar heel ongemakkelijk van kunnen worden, denk ik. Ja, dat lijkt mij ook. Ja, ik zou het ook super kut vinden als ik hem andersom terugkrijg. Nee, maar als jij leest van iemand vindt jou heel tof of vindt jou een gezellig gozer en die denkt, nou, ik wil contact met hem. Ja. En jij zegt gewoon van, ja, weet je, een vriendschap die zit echt niet in. Nee. Het is super goed dat je het doet. Ja. Maar het is eigenlijk, zeg maar, menselijk en sociaal gezien is het iets wat niet veel voorkomt. Nee, maar het moet ook zeggen, het is ook niet dat 8 van de 10 mensen zulke appjes van mij terugkrijgen. Nee. Ik ben niet een botte lul. Toen ik vroeg of je in mijn podcast wilde komen, toen zei je van, ja, pleur op, ik ben geen vriend van je of zo. Nee, inderdaad. Nee, je vroeg, dan zo, je vroeg het zelf. Dan zie je mij dat geld gewoon open. Nee, ja, ik zei het zelf. Ja, want dat is bijvoorbeeld ook weer een ding. Dan denk ik, dan zit ik, hè, dan luister ik gewoon, luister ik of naar Relativeren of ik luister naar jou en Monica en denk van, ja, tering, we hebben eigenlijk wel, in verschillende delen van de wereld hebben wij met elkaar biertjes gedronken. Ja, wat precies, ons werk daar bracht. En dacht van, hey, dat is eigenlijk altijd gezellig. Maar ik zie jou nooit. Nee, nee. En hoef ik helemaal geen vriend te worden. Maar dan denk ik wel van, elke keer als ik aan het werk zie, denk ik wel van, ja, het is altijd gezellig met elkaar. Je doet het goed. Ja, dus dan app ik gewoon van, nou, stuur me een uitnodiging. Ja. Dan is, nee, ja, zeker. Het is werk gerelateerd, maar kunnen we even babbelen. En dat vind ik dan wel gewoon echt super gezellig, weet je wel. En vervolgens, hoeven er allebei niet. Dat is ook deze industrie. Ja. Voelt ook vaak. Ik heb namelijk eerlijk niet helemaal in de industrie zitten. Ik kijk altijd een beetje vanuit de afstandje. Dat vind ik ook lekker aan Groningen. Ik heb precies hetzelfde, en man. En mensen lijken soort, dat doen vrienden allemaal met elkaar, ja, of zo. Terwijl, ja, jij weet niet wanneer ik jarig ben. Nee. En je zegt, nou, je bent ook nog nooit in Groningen geweest. Dus ook nog niet eens om een keer een biertje te doen. Terwijl, nee, we allebei prima gezellig biertjes kunnen doen. Dat, ja, is, nou, dat vind ik altijd wel mooi. Ik denk van, ja, dus toen zei ik van, nou, stuur me een uitnodiging. Laat een keer podcast, toch? Ja. Wellicht is het leuk, wellicht niet. Zet je niet online. Ik zet hem sowieso niet online. Nou, ja, nou, maar dat is toch top? Dan weet ik dat toch gewoon. Dan hoef ik ook niet te gaan kijken naar de edit. Zo, of wat in zit. Fuck, ja, it. Dat ik hem moet opsturen naar je van tevoren. Ja, ik wil dat stukje er toch uit. Ja. Hey, dat is wel echt fucking grappig dat jij dat zegt. Ik heb altijd het gevoel dat ik niet helemaal in de industrie sta, maar dat ik er een beetje naar kijk. Maar ik heb dat dus ook. Je beschrijft dat mooi. Wat zou dat zijn? Als ik het op mezelf betrek, heb, je noemt dan al Monica. Dat is denk ik mijn enige echte vriend / vriendin uit die scene, waar ik heel veel mee omga. Die heb je ook uit het wereldje leren kennen. Ja, maar dat is gewoon omdat wij, ja, op zoveel punten raakvlakken hadden. En ja, toch zijn er heel veel mensen die ik wel aardig vind, maar waar ik gewoon voel van, oké, ik kader dat ook af. Van precies wat jij zegt, ik hoef daar geen vrienden mee te worden. Nee. Ik doe gewoon leuk of aardig. Ik zal meedoen als we leuk aan het werk zijn met z'n allen. Maar ik ben niet het type dat iedereen gaat bellen en in zijn vrije tijd overal langs. Bijvoorbeeld, JJ is wel zo'n type die wil door iedereen aardig gevonden worden. Ja, ja. Nou, dat is niet erg. Dat heeft hij ook wel eens tegen mij gezegd, ja, nee, in deze podcast. Dat is ook zo. Die vindt het heel lastig om, ja, die wil overal bij zijn en die vindt dat heel fijn en prettig. Maar ik heb dat niet zo. Ja. En wat ook. Ja, terwijl JJ is dan wel weer die beschouw ik dan wel weer echt als maat. Ja, nee, maar dan nu jij dit weer zegt, vraag ik me dus af of hij gewoon zijn best doet dat ik hem aardig vind. En dat hij helemaal niet, dat het zo'n eenzijdige relatie is die ik met hem heb. Shit, hey, nou, ik zal hem straks even bellen. We gaan hem allebei bellen. Vind je ons echt aardig? Ja, vind jij ons aardig of vind je dat wij gewoon zeggen dat jij aardig bent? Ja, maar kijk, dat bedoel ik niet eens negatief om te roddelen. Want het is niet eens roddelen, want hij gaat dit ook zien. Maar het is meer, Jay is gewoon, nou, hij zegt ook tegen mij, ik heb een probleem. Ik wil door iedereen aardig gevonden worden. Ja. En hij, je ziet het ook, hè? Hij is gewoon met iedereen in contact en, ja, houdt dat allemaal bij. En ik heb daar veel meer moeite mee. Ik ja, wil dat niet. Nee. Nee, ik heb dat ook niet. Ik heb alleen, wat ik wel herken, is dat het product wat hij maakt is ook weer nog meer gericht op wat mensen van jouw persoonlijkheid vinden. Mm-hmm. Wat voor jouw product denk ik ook geldt. Bij mij daarentegen, ik heb gewoon hele korte verhaaltjes die 3 minuten duren, ja, in de vorm van liedjes. En zo van, je kan het karakter Kaantje Papi prima leuk vinden en dan van mij kan je vinden wat je wil, weet je wel. Want ja, ja, dat maakt mij dus niet zoveel uit. Nee, klopt. Maar ik heb wel heel erg, naarmate ik langer dit werk doe en ouder word, moet ik wel eerlijk toegeven dat ik wel steeds vaker in de studio al aan het bedenken was van, vindt iedereen dit wel leuk? Kan dit wel overal door de beugel? Terwijl vroeger zei ik gewoon, zei ik in liedjes gewoon zonder gêne, zei ik gewoon van, en voor alle moeders die dit luisteren,
de kans dat ik je dochter geneukt heb is best wel groot. Ja, ja. Zei ik zonder erover na te denken. En dan stond ik daar helemaal achter. En nu als ik zoiets op zou schrijven, denk ik van wow. En zelf een dochter. En het is best wel bruut om te roepen. Kan ik dat nog wel doen? Want ik ben ook af en toe op tv. Maar is dat alleen een leeftijdskwestie? Of heeft dat ook te maken met de wereld waar we nu in zitten? Waarin je gewoon heel snel je poten onder je vandaan worden gezaagd. Als jij een keer verkeerde opmerking plaatst. Ja, dat weet ik dus niet. Dat vind ik. Dit stukje is gewoon denk precies het stuk waar ik momenteel mee kamp om te doen wat ik doe. Op het gebied van social media of ja. Net heel even hadden we het erover. Zo van, precies die vraagstukken houden mij wel bezig. Uh-huh. Dat overdenk ik echt veel te veel. Maar ben je want kijk naar Kleine of zo. Leeuw Kleine, die zegt gewoon shit hier en daar. En die komt daar uiteindelijk ook gewoon prima mee weg. Zo van, ik vind hem het grootste wat we ooit gehad hebben. Ja. Weet je wel? En dus blijkbaar kan het wel. Maar ja, andere mensen die komen daar nooit meer van terug. Maar er is gewoon iets dat sommige mensen komen weg met een relletje en sommige mensen niet. Nee, precies. Leeuw Kleine straalt uit dat hij scheid heeft aan alles. En dat oont hij dan ook. Dus op die een of andere manier is het... Ja, mensen die zien hem bijvoorbeeld iets doen, waar ze dan normaal gesproken heel veel ophef over zouden laten ontstaan. Ja. Maar omdat Leeuw Kleine doet, denken ze van ja, het is Leeuw Kleine, hij heeft toch scheid of zo. Dus dan is dat. Bijvoorbeeld, grappig voorbeeld. André Hazes en Monique gaan uit elkaar. Het gaat 8 weken lang gaat het over die nieuwe vriendin van André. Waarom is dat, hè, los van het feit dat André bekend is en dat hij een grote naam is. Maar los van het feit, waarom is het bij hem zo smeuig? Waarom wordt daar 8 weken over geschreven en is dat bij andere mensen minder? Ja, dat kan jij dat uitleggen? Waar zit hem dat in? Nee, ik denk gewoon toch echt bekendheid. En het is echt juicy, hè? Het is echt fucking juicy. Ja, ik vind het ook interessant. Het was niet normaal. Ik snap er gewoon helemaal geen reet van, man. Dat was gewoon coronanieuws, was gewoon weg. Ja. Dat was het enige voordeel, dat even niet over corona. Ja, dat was wel lekker, ja. Zal hij ja, wat minder maar vinden? Het is ook als je zo'n... Als je zo'n keus maakt om dus continu in die schijnwerper te staan en dat ook goed onderhoudt, dus dat er elke dag wel iets is, ja, dan wordt dat op een gegeven moment ook nieuws voor grotere platformen om te delen. Omdat je dan weet dat, zeg maar, als ze zeggen van ja, André en hoe heet zij waar hij mee ging? Sarah, of zijn ex-vrouw. Ja? Monique. Oh ja, die zijn uit elkaar. Als je dat vertelt, weet je dat een heel groot deel van de boulevardkijkers weten, oh ja, het gaat over André en Monique, die kennen we. Als je nu zegt, ja, Alex en Sarah zijn uit elkaar. Ja, Alex is dan Kraantje Papi. Oh ja, ja, met wie is Sarah dan? Ja, zijn vrouw. Oké. Okay. Ja. Die kennen we niet echt, toch? Nee. Ja. Dan gaan we dit. Ja, laten we dan wat anders gaan uitzenden. Ja, maar oké. Okay, maar dus dan gaat het gewoon puur om bekendheid. En Monique is natuurlijk dan ook bekend. Maar er is toch iets dat bepaalde types gewoon smeuiger zijn. En dat heeft volgens mij niet alleen met bekendheid te maken. Dat heeft met nog meer te maken. Maar ik kan niet zo goed vertellen of uitleggen waarom. Nou, ik denk wel dat het uiteindelijk alsnog, dat het wel neerkomt op bekendheid. Maar vooral omdat je zoveel details ook aan de media laat zien. Ja. Zo van, ik hou nog wel dingen achter. Ja, heel veel dingen achter gesloten deuren, weet je wel. Zo van, je krijgt bij mij een bepaalde hoeveelheid info. Misschien over. Geef jij daar ook al gewoon weer onbewust je grens in aan. Van, nou, het is niet onbewust. Dat doe ik sowieso. Ja, nee, maar kijk, daar zou je ook nog kunnen denken van, daar heeft de media scheid aan. Maar jij kadert dat toch zo af dat dat mensen ook automatisch denken van, laat maar of zo, weet je wel? Ja, ja. En het blijft gewoon onwennig. Zoals nu dan laatst, hè, ik ben al 5 weken geleden, is mijn dochtertje geboren. Ja. En wij waren, ik en Sarah waren dan echt een week lang gewoon in elk geval met z'n tweeën aan het bubbelen, telefoons uit. Het kreeg toch via te horen dat Shownieuws alvast de naam bekend had gemaakt. Gewoon voordat wij naar buiten waren met het nieuws dat ze geboren was. Oké, maar hoe komt dat daar dan? Ja, weet ik veel. Want je had niks op social media geplaatst. Mm-mm. Had je wel nog iets gezegd van, oké, het gaat over 2 weken gebeuren? Of, nee. Ja, bizar. Ja, ja, dus dat is dan weer blijkbaar zo'n smeuig detail. Dat mensen zeggen, hey, dat is wel nieuws. Dat gaan we dan doen. Dus ja, big op naar hun. Hun verstaan hun vak goed. Zo, ja, toch? Ja. Dat vind ik dan wel weer knap. Waar wou ik heen? Oh ja, dus als je dat soort nieuws hebt en genoeg daarvan. In het geval dus, ja, dat ik denk dat bij André en zijn ex dan ook het geval was. Ja. Dan blijft het wel een verhaal wat je continu kan blijven voeden.
Nou moet ik zeggen dat dat verhaal, hè, dat heeft natuurlijk ook zoveel lager inmiddels gekregen. Hè. Dan weer wel, dan weer niet. Dan weer met Bridget Maasland, dan weer niet. Dus weet je, het is een soort grote taart geworden aan sappige details. En hij is wel ook echt leuk, toch? André. Ja, ja van, nee, ik vind André zo top. Ja, jullie hebben heel veel samengewerkt voor Vrienden van de Amstel. Vrienden van Amstel. Ja, ik kan echt goed met André. Als in, laat ik het zo zeggen, ik weet ook niks over hem. Nee. Privé. Nee. Alleen, wij zijn tijdens die weken vrienden, zijn we echt wel maatjes. Dat je denkt van, oh, ja, die zullen vast het hele jaar door contact hebben. Ja. Nul. Nee. Nul. We hebben laatst geteld ook met z'n tweeën. Twee appjes zijn heen en weer gaan. En er zat 3 maanden tussen. Ja, mooi. Dus daar is gewoon ook geen... Dus ik weet ook verder niks van hem. Maar ik vind hem wel... Ja, ik snap wat het over geschreven wordt. Het is een hele leuke gozer. Ja. Hey, genoeg over andere mensen. Jij gaat waar, op ja. Je 8e ga je naar Groningen. 12e. 12e. Ja. En neem eens mee in die jeugd van jou. Want ik weet niet zoveel van je. Ik weet dat je op judo hebt gezeten. Maar dat, daar blijft het bij. Maar ik wil even weten van hoe was Alex van zijn 12e tot zijn 20e? Wat is dat voor een tijd geweest daar in Groningen? Zo ja het is echt die overgang toen van het wat ik zei, toch? Dus het verschil was gewoon heel groot. Ik had in het Westen dat ik echt, als je een koe wilde zien, moest ik naar de kinderboerderij. Er stond er 1. En toen ik in Zuid-Laren ging wonen, was het gewoon, als ik de deur uitging, waren er 100. Dus dat was wel gewoon echt een groot verschil. Ja, ik was gewoon een gozer die graag wilde sporten. Ik judo'de veel, zoveel mogelijk. Elke training die ik kon doen, die nam ik mee. Want jouw vader zat ook op judo, toch? Die heeft ook gejudo'd vroeger. Ja. En die heeft ook nog heel even kort bij de jeugd van Feyenoord gevoetbald. En hij werkte, mijn vader werkt offshore altijd. Ja. En in het noorden leerde ik al heel snel de familie Grol kennen. Van Henk Grol, die nu nog steeds... Oh, ja, ja. Een van de werelds beste judoka's is. En dat klikte eigenlijk heel goed. Dus in de tijd dat mijn vader op zee zat, reed Henk zijn familie, mij en Henk, het hele land door voor trainingen. In Zwolle trainden we op maandag, op dinsdag in Haarlem, op woensdag in Nieuwegein, donderdag, vrijdag in Groningen. En dan 's weekends gingen we met z'n tweeën nog zwemmen en hardlopen. Ja. En dan als mijn vader thuis was, reed hij ons overheen. Dus dat is eigenlijk mijn jeugd geweest tot en met mijn 19e. Ik ben dan wel op mijn 16e in een pleeggezin gegaan in Haarlem. Zijn Henk en ik samen die kant op gaan om te judo bij Van de Geest. Oké. Okay. Bij Canomu. Dus, en hoe toen, was dat? Een pleeggezin? Ja, oké. Okay. Ik zat in de kost. Dus ik was niet uit huis gekikt omdat ik niet te handelen was. Ik was gewoon te jong om op kamers te gaan. Ja. Dus toen was er een gezin die zei van ja, kom maar bij ons. En hoe werkt zoiets dan? Hoe kom je bij dat gezin terecht? Of? Die jongen judo'de ook. Oké. Okay. Dus het was gewoon, het waren de ouders van een gozer waar ik dan mee judo'de. Ja. En die hadden 3 zoons. 2 waren uit huis, die hadden ruimte. Ah ja, op zo'n manier. Ik denk dat mijn ouders gewoon maandelijks geld overgemaakt hebben en dat ik daardoor mee kon draaien in het gezin. Hoe oud was je toen? 16. Oké. Okay. Ja. Hoe was dat om dan bij 2? Ja, je woont in bij 2 volwassen mensen. Ja. Hoe zag je die mensen? Had je een band ermee of leefde je heel erg langs ze heen? Of hoe? Nee, ik had daar wel op zich wel een band mee. Gewoon die gozer waar ik bij woonde, Benjamin, was gewoon een goede maat van me. Dus ja. Het was ook wel een soort van feest. En dan waren de ouders daar om ons in het gereel te houden. Ja. Weet je wel, ja. Ja. Dus dat was het. Maar wel leuk hoor. Echt van die kleine dingetjes die anders waren. Dat bij ons was gewoon, als je het koud had, ging de verwarming aan. Daar ging de verwarming uit, 's ochtends vroeg. Ja. Weet je wel. En, dus dat je trekt maar een trui aan. Dat soort dingen. Dus ja. Dat, maar nee, ja. Verder gewoon echt fanatiek gejudo'd. En toen op een gegeven moment gewoon... ontspoort. Ja. Toen dacht ik van, ik was ook niet de beste. Ik ben wel een paar keer Nederlands kampioen, maar internationaal redde ik het niet. Die jongens als Henk en zo waren zo fucking goed, maat. Ik was echt gooivoer. Stopte hij er wel dezelfde tijd en energie in? Kwam dat gewoon puur aan op talent? Wel, energie niet. Okay. Zeg maar, die jongens die leefden er zo hard voor en ik keek me wel een beetje om me heen. Ik gaf er nog niet aan toe, maar ik zag wel de meisjes en ik zag wel het uitgaan. Dat ik wel dacht van, twijfels moet ik. Ja. Weet je wel. Want wat werd er van je verwacht eigenlijk om die topprestatie te leveren? Dat je gewoon nooit uitging, nooit een drankje doen? Niet achter de vrouwen gaan? Was dat het offer wat je moest maken eigenlijk? Nou, ik denk, maar vooral mentaal moest je daar niet achteraan. Dat je het daadwerkelijk af en toe deed was prima. Dat deed iedereen wel. Ja. Alleen als je daar te veel mee bezig was. Kijk, als wij 's ochtends, dan moesten wij om 6:30 's ochtends gingen we dan kracht trainen tot 7:30. En dan ging iedereen naar zijn werk of naar school. En dan 's middags om 3 uur of 4 uur begon de judo-training weer tot 1:00 of 7:00. En dan kwam je rond 8:00 thuis. Henk niet. Henk ging dan nog een keer hardlopen. Ja. Weet je wel? Ja, maar ja, dan word je ook wereldkampioen. Ja, precies. Ik niet. Ik ging snel mogelijk naar huis, PlayStation aan. En dan, weet je wel, pas echt slapen als ik echt moe werd. Terwijl
jongens Henk, die gingen gewoon echt tukken. Zo van, oké, ik kan nu 8 uur maken. Dus die mentaliteit was gewoon heel anders. Als je die tijd en energie er wel in had gestoken, had je dan verder gekomen, denk je? Ik kon best wel goed judo, ja. Ik had best wel wat gevoel in mijn donder. Ik denk echt dat de mentaliteitskwestie is. Mm-hmm. Gewoon te veel afleiding. En toen was op een gegeven moment acties van, ja, oké, ik ga niet mijn hele leven keihard trainen om ooit hopelijk een keer derde te worden op de Spelen of zo. Nee. Niet dat, zo van, ja, ik moet of winnen of niet. Ik had slecht tegen mijn verlies. Toen de tijd zeker nog. En toen ben ik gestopt. Mm. En toen ging ik gewoon terug naar Groningen. En wat heeft het je gebracht, die tijd judo? Wat doet dat met je in je puberteit? Of je eigenlijk vanaf jonge leeftijd? Nou, omdat je zoveel gasten om je heen hebt die wel ook hetzelfde doen, voel je je wel heel snel schuldig als je niet meedraait in die molen. Dus ik heb er wel discipline van gekregen uiteindelijk. Mm. Niet genoeg om een absolute topper te worden, maar wel genoeg om gedisciplineerder te zijn dan een hele hoop andere mensen. En je hebt het waarschijnlijk later ook weer terug laten komen in je muziekcarrière. Nou ja, ik heb muziek wel benaderd als topsport en wel altijd gezegd van, ja, wie het hardste traint, die wordt gewoon het beste. Ja. Dus daar ging ik wel die extra keer hardlopen. Ja. Daar sliep ik wel in de studio. Daar ging ik wel, heb ik wel een studieschuld opgebouwd om studiokosten te betalen. Heb ik wel een bijbaantje gedaan om al mijn studiokosten te betalen. Ja. Weet je wel, daar had ik echt alles voor over. Zo van, dus toen ik net getekend was bij Nozark, bij Jiggy, toen moest ik gewoon nog 25 ruggen gewoon her en daar afbetalen. Omdat ik ken het. Ja, weet je wel, omdat ik autootje vol benzine, de treinkaartje kopen, weet je wel, boetes van het zwart rijden betalen. Allemaal dat soort gekke om gewoon overal te zijn en overal naar die open mics toe te gaan. En ja, weet niet, als ik daar weer aan terugdenk, merk ik echt dat ik een oude lul aan het worden ben. Ja, echt die open mics en rap battles en dat soort shit. Publiek wat nog boer riep als het kut was. Ja, bizar. Maar we gaan er straks naar terug. Nog even die tijd. Je zegt op een gegeven moment judo. Op een gegeven moment raakte ik ontspoord. In hoeverre, wat is ontspoord? Je ging veel feesten. Ja, ontspoord als in... vergeleken bij waar ik vandaan kwam, redelijk ontspoord. Bij echt ontspoord, niet super. Maar eigenlijk gewoon een gezonde jongen. Op zich nog wel een gezonde puber. Ja, precies. Maar wel pas op mijn 21ste. Mm. Dus toen ging ik roken, blowen, pilletjes. Was dat inhalen ook, voor je gevoel? Ja, dat denk ik wel. Achteraf gezien denk ik ook wel, ja. Ik stond op en ik ging naar bed echt met blowen en dat soort shit. Ja? En drugs, drank, alles. Denk je dat... Hoor. Ja, toptijd. Echt toptijd. Ik ben achteraf gezien leuker dan mijn judo-tijd, hoor. Ondanks dat ik met judo wel een heel deel Ik had zoveel discipline. Elke ochtend als ik wakker werd, gelijk een ecstasy-pil. Gelijk een ecstasy-pil, ja. Heerlijk. En een beetje alarmpje erbij, dat je weer bijnakken. Ja. Nee, dat ging top. Nee, dit is een periode van veel drugs. Ja, veel drugs, ja. Vooral heel veel softdrugs. Pilletjes heb ik altijd wel redelijk netjes gedaan, als in dat, daar ben ik nooit in doorgeslagen. Nee. Want ik dacht, ja, dat gaat vervelen. Blowen daarentegen ging echt top. Ja? Ja. Is dat nu nog eigenlijk? Nee, nooit. Nee. Nooit meer. Ik heb echt al lang niet gedaan. Nee, het is, maar het is nooit mijn ding geweest. Blowen niet? Nee, ik word daar... Ik hou meer van uppers, weet je. Ik vind dat... Ik denk al heel veel na. En als ik dan ga blowen, dan voor mijn gevoel lijkt de hele wereld dan nog vager dan die al is. Ja, dat had ik ook. Dat ging bij mij door tot een soort van halve paniekaanvallen. Ja, dat zou ik daar dus ook voor kunnen krijgen. Ik ook. Toen ben ik ook gestopt. Daarom zou ik ook geen paddo's kunnen nemen. Daar ben ik ook te mentaal voor ingesteld. Nee, dat is iets wat ik... Ik ben er wel heel nieuwsgierig naar, maar ik durf het niet. En ik denk als je er al met angst instapt... Ja, dan moet je het sowieso dan doen. Dan moet je het niet doen. Ja, wel joh. Ja, ja dan moet je het juist doen. Dan moet je het sowieso doen en ergens op een balkon gaan staan of zo. Ja, dat zou ik doen. Dat moet je echt doen. Ja, of wat je ook kan doen, en dat raad ik ook veel mensen aan, dat werkt ook goed, is gewoon beginnen met crack en dan afbouwen. Ja, dan heb je alles gehad. Ja, toch. Je kan maar beter gewoon goed inzitten. Oh. Hey, maar dus op een gegeven moment, je begint aan de crack. Je hoofdstuk judo wordt langzaam afgesloten. Ah. En dan ineens rol je in die muziek. Of was het niet ineens? Was je altijd al bezig met rappen en muziek? Nou, ik had wel gewoon, weet je, in de aanloop naar wedstrijden toe maak je wel je playlistjes en je hebt wel je bepaalde nummers. Wat luisterde je in die tijd dan? Wat was echt, waar ben jij mee groot geworden? Nou, ik moet wel zeggen dat ik best wel heel lang heb gedacht dat DJ Madman, Def Rhymes en Will Smith, de rap was die... Will Smith. Ja, dat moest wel even landen. Dat moet je in Amerika niet zeggen hoor. Nee, het is bij mij... het leuke is dan wel weer aan specifiek Def Rhymes, dat je dan later als je je research doet achterkomt, dat die wel weer dus echt een van de grondleggers is en dat het liedje Dooku juist een soort uitspatting was. Ja. Maar het begon bij mij echt op een gegeven moment met Chronic 2001 ja. van Dr. Dre. Ja.
Ja, dat was helemaal. Echt voor mij de ommekeer van oké. Niet normaal. Heeft me helemaal te pakken. What the fuck is dit? En dan die M&M dingen erbij. Up and Smoke Tour, ken je dat toch? Ja, zeker. Ja. Het is diezelfde periode. Helemaal grijs gekeken. Dus dat begon voor mij dat ik echt van rap nog meer begon te houden. En ik heb zelf altijd gedichtjes geschreven, rapjes geschreven. Maar gewoon voor de gein en lachen. En toen stopte ik. Toen blowen dus. En toen was het gewoon bank hangen buiten met de jeugd. Gewoon echt hangjongeren. Geen muziek, dus freestylen. Heeft dat blowen jou geholpen om teksten te schrijven? Nou, dat weet ik niet. Toen dacht ik van wel, ja. Ja. Toen dacht ik wel dat ik niet kon schrijven zonder. Maar nu doe je het niet meer, dus nu je kunt het vergelijken. Ja, maar ja, nu vinden ze me dus ook niet meer een echte rapper. Nu maken we die kutmuziek. Maar nee, maar heb je gewoon het creatieve proces in je hoofd? Kijk, ik bedoel... Je gaat er gewoon helemaal diep in. Want voor mij was het altijd, dat is ook waar die paniekaanvallen natuurlijk op een gegeven moment vandaan. Je gaat gewoon nog dieper in de emotie die je op dat moment hebt. En ik heb jarenlang gewoon echt gedacht, ik wil alleen maar de beste rapper ter wereld. Alleen maar de beste rapper. Dus ik zat elke keer als ik rookte, ging ik helemaal in die, weet je, en dan schrijven. Boeken vol, weet je. Ik heb echt stapels van die schriftjes helemaal vol met teksten. Toen vond ik dat echt helemaal de shit. Ja. Maar op een gegeven moment dacht ik van oké, ik zit nou best wel lang binnen. weinig stonden gezien. Acht weken te schrijven. Schrijven, weet je wel. Ja. Maar je hebt wel vanaf het begin af aan... heb jij echt wel gewoon een hele eigen sound gehad. Ja. Wel echt unieke kraantje papje stijl. Dat vind ik wel vet. Wie waren jouw voorbeelden? Of zei je gewoon van, ik ga echt iets maar... Gewoon in Nederland bedoel ik op dat moment. Want ik heb jou wel eens horen zeggen dat opgezwollen was volgens mij. Daar keek je veel naar, hè? Ja. Ik weet dat je... Ik heb jou een keer... een quote van jou gehoord dat je... Toen mocht jij een keer in hun voorprogramma... Klopt dat? Opposites is dat. Van de Opposites? Ja. Oké, dus... maar ben jij niet een beetje tegelijk met de Opposites opgekomen? Nee, waren Opposites nog eerder? Ja, zeker. Ja, want ik zat in... Even kijken hoor. Dus ik was 19. Welk jaar is dat ongeveer geweest? 2002, 2003 ergens. 2003, 2004 kwamen die straatremixes. Ja. Dus dat waren Lange Frans... Die we natuurlijk gewoon kennen van de podcast en de Opposites. En Moppie. Dat was toen. Dus ik heb nog wel... toen zat ik bij een meisje in de klas en zij deed altijd de vlechten van Willem, van de Opposites. En demo's aangeven laten en zo, nooit reactie op gehad. Raak ik ook altijd weer op. Ja. Ik toen op een gegeven moment ook gewoon gaan zeggen, ja, was ook gewoon kut. Dus daarom... dus ik ben wel echt door die gasten wel echt... dat ik dacht van, nu... wil ik ook wel dingen op gaan nemen. Opposites, Jiggy J, dat zingen. En qua sound... Ja, ik had altijd gewoon Ludacris. Vond ik echt helemaal top. Dat snelle. Snelle. En op alles rappen. Van elektronische beats tot hip-hop beats. Hits kunnen maken. Ja. En dat was eigenlijk voor mij het hele ding. En ik weet niet waar dat... Ik heb niet echt geforceerd een apart geluid genomen. Dat is gewoon wat je vet vond. En ik had natuurlijk beats van die gasten van Noisia. Ja. Weet je, ik had gewoon de beats die maakte de jongens van Noisia. En dat is gewoon de nummer één hit, nummer één act drum en bass van de wereld. Zeker toen de tijd. Ja. Dus toen hun hip-hop gingen maken, was die sound, zeg maar, toen mijn eerste single Waar is Kraan uitkwam, daar zat gewoon dubstep in. Toen was er nog geen dubstep in de top 40. Nee. Dus dat was natuurlijk wel uniek. Ja, ik vind dat vet als verschillende stijlen met elkaar gemixt worden. Ja. Want dat leent zich ook heel goed. Ik vind soms namelijk een bepaalde genre, bijvoorbeeld vind ik een heel tof couplet hebben. En dan denk ik van, zo had vet geweest als daar deze beat onder zou zitten of zo. Dat heb jij wel eigen gemaakt. Ja, zeker. En we kwamen ook tegelijk op. Dus zeker in die jaren dat wij elkaar zagen in Albuvera en zo. Toen zat je natuurlijk Polska, Ronnie, je broer, Yellow Claw en Kraantje Papi. En Party Squad, hun sound was net iets meer timide, maar zeg maar dat hoekje, dat was gewoon allemaal beukwerk, toch? Ja. Het was gewoon allemaal EDM-achtige hip-hop. Ja. Ja, dat ging er gewoon vol bovenop. We hadden allemaal geen airplay, weet je wel. Ja, ik dan met Waar is Kraan en hun met die Nooit meer slapen. En dan als je dan ons boekte voor een uur, dan waren mensen gewoon 55 minuten aan het wachten tot Waar is Kraan kwam. Want de rest was gewoon keihard erbovenop. Ja, dubstep, drum en bass, dat soort shit. Het eerste twee jaar was echt overleven. Toen was een top 40 hit helemaal geen bijkomstigheid. Nee. Behalve voor het geld. Ja, het een beetje. Want daar zit nog steeds wel het geld als je in die top 40 komt. Omdat je dan die het publiek bereikt en daardoor dus geboekt wordt? Of? Ja, voor mij is live... shows
is wel altijd een grote bron van inkomsten. Maar voor de meeste artiesten toch wel? In Nederland? Ja, dat weet ik niet. Dat weet ik niet. Ja. Nou ja, als ik hoor dat jongens 5 keer per week optreden, en of tenminste 5 keer per week optreden, 5 avonden, maar dan soms ook nog 2, 3 optredens per avond. Ja. Kijk, toen op een gegeven moment dat die weer net een beetje na jou, Ronnie Flex en Lil Kleine en zo met dat New Wave. Ja. Toen is er volgens mij echt een periode geweest dat er zo insane veel van die optredens achter elkaar waren voor die jonge gasten. Dat ik ook altijd dacht van, hoe de fuck overleef je dit? Maar toen hebben de meeste artiesten toch wel ineens heel veel geld verdiend met optreden. Dat was voorheen toch wel wat minder. Ja, de bedragen lagen wel al hoger dan toen de tijd dat. Want in die eerste jaren, Polska en ik ook, dat we echt 250 shows per jaar deden. Zo. Op Koningsdag deden we er gewoon 7. Oh ja, ja, ja. Maar ja, ik kwam wel voor €500. Tussen de €500 en 1000 kwam ik. Dus ja. Ja. En ik had een team bij me. Dus ja, als ik aan het eind van de rit dan zelf aan zo'n dag €2500 overhield. Ja, ja. Was het fijn. Ja, dat is wel veranderd, die tijd. Ja, daar hoef ik me echt niet meer voor te bellen. Ik moet te bellen nu. Ja, nee, dus dat... Ja, ik die New Wave, nou ja... Ja, ik kan me wel voorstellen dat die goed geld in die jaren verdiend hebben, ja. Zo, ja. Niet normaal. Het is ook wel vet om te zien dat ineens was die Nederlandse... Die Nederlandse hiphop was er ineens en werd geaccepteerd. En je had natuurlijk allemaal grondleggers. Want jij bent een generatie, maar je hebt daar nog een generatie voor. Die hebben het eigenlijk helemaal de boot gemist. Hè? Die hebben wel het pad, zeg maar, gelegd voor de nieuwe generatie. Ja, ja. Ik denk dat die bands als nou ja, dus Frans en Baas B, toen de tijd, THC, die deden ook al die discotheekshows. Ja. Volgens mij was daar helemaal nog niet zoveel geld te halen. Dat denk ik ook niet. Was nu de laatste tijd, was het wel echt bananas. Ja. Het ging echt heftig, ja. Ik weet nog dat ik jou sprak in Madrid, toen voor dat MTV-programma. Ja, ja. En toen was net die periode dat zeg maar al die artiesten ineens via YouTube oppopten. Ja. Boef, die kwam ineens uit het niets eigenlijk via zo'n sessie bij Zonamo. En daarna dropte die dan die clip. Dat jij ook wel, toen zei je ook tegen mij van, het best wel even van, oké, waar gaat dit naartoe? En hoe spring je op die trein? En, dat het even die hele... Er gebeurde heel veel. En voor een aantal artiesten was het echt geld verdienen en knallen. Maar voor ook wel een aantal artiesten zeiden van... Ik weet even niet meer helemaal hoe ik me nu moet positioneren. Hoe heb jij die tijd ervaren? Zo, wel een goede vraag. Want ja, daar loop ik gewoon eigenlijk elke keer... Als er een nieuwe soort generatie oppopt... Moet je jezelf daar weer in gaan ontwikkelen. Kijk, ik had het geluk dat... Op het moment in die fase dat Boef opkwam, dus dat het echt YouTube werd. En toen ze echt heel bruut allemaal rond gingen smijten met de term urban en zo. Ja. Wat ik denk niet super vond, maar... Waarom niet? Ja, ik vind dat gewoon een beetje een... vaak wordt die term een beetje als excuus gebruikt om een genre niet... Een bepaalde groep mensen niet een platform te geven. Weet je, juist te urban. Of bedoel je niet lang genoeg? Wat zeg je nou eigenlijk? Weet je wel? Ja. Zo van, dus ik vond die term nooit zo... maar goed, dat... Wat betekent urban eigenlijk? Ja, urban is in principe stads. Oh ja. Toch? Ja, urban is suburban. Suburban is urban. Gewoon stads. Dus ik weet niet precies wat het... En waar de term vandaan komt. Maar goed, dus... Boef trapt een genre open. Ja. Of een hele lichting trapt die open. Zo van, oké. Dit is nu wat we kunnen doen. Daar gaan een hele hoop mensen in mee. Ja, wat je zegt, toen stond ik wel even dat ik dacht van... Oké, wacht even. Ja, daar ga ik niet echt in mee kunnen. Nee. Want de verhalen die deze jongens vertellen... Uit de wijken waar ze vandaan komen... De dingen die ze hebben meegemaakt. Zo van, ja, ik heb ook wel eens wat verkocht. Weet je wel, maar kan je wel vertellen... Van de berg die ik verkocht heb... Heb ik de ene helft zelf opgerookt. Ja. En de andere helft bijna gratis weggeven. Dus ja, weet je, ik ben bijvoorbeeld echt... ik was een hele slechte hosselaar. Dus dat was niet echt iets waar ik over mee kon praten. Weet je wel. Ik was ook niet... ben ook nooit echt stoer geweest of zo. Maar je wilde dat toch ook helemaal niet? Je wilde er helemaal niet maar over je merkte wel dat daar werden wel echt cijfers gedaan in die hoek. Weet je wel. En als ik gewoon... Kijk, nu kan ik er echt... van genieten. Maar op dat moment dat gebeurde, dacht ik, ja shit, dat is wel echt wat de klok slaat nu. Mm. Alles wat een boef aanraakt, gaat naar weet ik het hoeveel miljoenen streams, weet je wel. Niet normaal wat daar gebeurde. Ik vierde een miljoen streams binnen 2 maanden, vierde ik. Ja. Ja. Hij zat bij het pakken neer als het binnen 2 uur niet gebeurd was, weet je wel. Dat is echt niet normaal. Zo vond ik dacht, wow, wat ga ik doen? Maar toen heb ik bijvoorbeeld weer echt een hele nieuwe kickstart gekregen doordat Busy mij meenam op liedjes als Traag. Ja. En ja, wat natuurlijk helemaal niet... de soort muziek was waar ik op
Wat fucking vet was. Fucking vet. Maar Busy zag iets wat ik zelf niet toe wilde geven. Busy zei, gast, jij rapt op je eigen muziek. Ja. Op beats waar chicks niet naar willen luisteren. Want het is veel te heftig. Elke keer als jij een podium oploopt, ontstaat er een moshpit. Ja. Gaan chicks roken. Weet je wel. Dus ja, dat heeft geen zin. Maar jij zegt wel die vulgaire dingen. Ja. Die ik op Nederlandse bobbeling wil gaan doen. Doe mee. Nou, toen kwam Remix, die sloeg die beat dat traag. Ik zei, ja, kom op man. En Remix had zelf ook zoiets van, ja, dit gaan we toch niet echt doen. En ja. Busy zei, ja, dit is het. Ik zei, nou, is goed, ik rap wel wat. Ja, niet normaal. Nu zijn we 350 miljoen YouTube. Niet normaal. YouTube, verder. Toen wij in Madrid waren, toen had jij net opnames gehad voor die clip. Ja, klopt. En ik weet nog dat je dat zei, ja, ik heb dat nummer opgenomen. En ik weet ook nog dat je volgens mij op dat moment niet eens zo heel veel ervan verwachtte, van het resultaat. Reed. Het heeft ook even geduurd, toch? Voordat die... Hij moest even op gang komen, zeker. Ja, want ik heb op een gegeven moment, ging ik naar Gesonisos. Toen Monica en ik luisterden dat nummer fucking vaak. Uh-huh. Want zij zat de hele tijd dat... Papi, papi. Ja, ik weet ook wel dat zeg maar, dat heeft daadwerkelijk invloed gehad. Op, ja, ik zweer het. Ja, wij hadden dat in die vlog. Zeker, ja. Ik vraag niet om credits hoor, want... Nou, bij deze. Nee, maar ik weet nog dat wij dat nummer op een gegeven moment... Wij moesten hem ook een paar keer luisteren. En op een gegeven moment bleef hij hangen. En iedere keer als ik Monica zag, dan begonnen wij met... Traag of papi. Dat ging de hele dag door. Ja. En toen ineens dacht ik van... Zo, dit nummer is tering geniaal. Maar ik weet eigenlijk niet waarom. En ik weet dat best wel even geduurd heeft... voordat iedereen dat op die manier zo in zijn hoofd had zitten. Dat is ook het vet. Dat vind ik denk gewoon ook wel wat je nu zegt... is voor mij het allervetste aan muziek. Zo van, als het je raakt, raak het je ook tot in je pik. Weet je? Dan kom je er gewoon niet meer. Dan kom je gewoon niet meer. Je komt er gewoon niet meer weg. Nee. Van dat vind ik ook... Zo van, ik doe nu 15 jaar ongeveer dit. En er zijn gewoon mensen die zijn nu bij mijn concerten met hun kids. En het is zo van, ja, die... We weten niet eens waarom, maar gewoon alles wat jij doet, vinden we tof. Mm. Dat komt gewoon binnen, weet je wel? En dat vind ik echt zo super sick aan muziek. Ja. Als het juiste liedje op het juiste moment in jouw leven komt, dan gaat dat niet meer weg. En dan krijg je van die evergreens, zoals Traag, zoals Feestent. Dus heb ik er nogal een paar, dat als je die aan bepaalde mensen laat horen... en dat groepje ook is klein of groot, whatever... maar als je die laat horen, dan zijn ze dus in één keer weer in Marbella. Of dan zijn ze met een gedachte in één keer weer in de derde van het middelbaar onderwijs. Ik heb dat met één nummer voor jou, Feestent. Wij gingen naar Open Air, echt jaren geleden. En dan zaten we met z'n allen op die camping. Ja. Dat was gewoon, dat nummer werd gewoon... Maar we draaiden hem ook zo vaak dat hij op een gegeven moment irritant werd. Maar dat was ook gewoon het doel, zeg maar. Dat die hele camping lijp werd. Ja. En dan... Was die klaar, weet je wel? Dan dacht iedereen, eindelijk muziek uit. Hé jongens, dat nummer van Feestent, hebben die al aangezet? Nee, daar gaat hij weer. En dan gingen we weer. En dan draaiden we hem open. Dan gingen we allemaal op de stoelen. Welkom in de feest. En op een gegeven moment... Ja, dat is wat jij zegt. Herinneringen, die heb ik echt aan dat nummer. En ik weet één vriend van mij, die is echt helemaal lyrisch van dat nummer. Steven, misschien luistert hij. Ik ga het zeggen dat je hier zit. Die vond dat zo'n geniaal nummer. Maar die is gewoon, die is daar gewoon een aantal festivalseizoenen mee... Ja. Heeft hij daarmee overleefd, zeg maar, met dat nummer. Dat vind ik zo grappig. Ja, lijp is dat, hè. En zeker als artiest zijnde, je merkt in de loop der tijd... merk je dat van sommige liedjes gaat het schuimkraagje van het biertje af, weet je wel. Ja. Want dan houdt het gewoon... Een liedje als Waars Kraan is wel leuk als ik hem erin speel. Omdat mensen zeggen, maar dat is, die heeft niet... Maar een feesttent is forever daar. Ja. Die zal nooit misplaatst zijn. Die, maar weet je dat elk dan? Elk jaar komt hij... Nee. Als je aan zo'n nummer begint... Van tevoren? Nee. Nee, maar het allerlijpste is nog dat de allereerste demo van Feestent is op een drum en bass band. Drum en bass track. Dus veel te heftig. En toen zei Jiggy op een gegeven moment... Ja, als je dan een liedje over Feestent maakt... dan moet je ook full Feestent gaan. Ja. Maak hem dan ook soort carnavalesk. En het is gewoon gebaseerd op een tent bij ons in het dorp in Zuid-Laren. Daar heb je één keer per jaar heb je daar de Zuid-Laren paardenmarkt. En dat duurt dan 3-4 dagen. En dan heb je de Zuid-Laren nacht. En dan staat er een grote tent. En daar ben je gewoon met z'n allen. En je wordt gewoon dronken en je gaat weer naar huis. En de volgende dag ga je weer verder zuipen. En een 9 van de 10 keer kopen maten van je koopt gewoon een Shetland pony. En dan lopen ze de hele dag mee rond. Ja, fucking vet. Maar ja, hij is ook, de feesttent duurde 3-4 jaar voordat het stadse leven hem ging accepteren. Ja. Maar als ik onder de rivieren kwam, dat was niet normaal. Ja, nee, maar het is ook echt een carnaval sound heeft hij gewoon inderdaad. Ja. Carnavalesk, dat is gewoon... Ja, maar ook Traag, dat is wel weer het leuke. Dat vind ik dan wel weer het leuke aan het verschil tussen Busy en Kaantje Papi. Zo van, ik ben natuurlijk sowieso iets... Ja, ik heb wel affiniteit met het carnavaleske en het wat plattere en zo. Dus ik maak Traag ook veel minder...
Busy maakt het. Busy krijgt allemaal filmpjes van chicks die echt keihard aan twerken zijn. Ja, ja, ja. En gewoon net niet met de blote poes op, ja, op Instagram staan. En ik krijg allemaal filmpjes van zatte gasten op de bar die aan het twerken zijn. Traag, weet je. Ja, maar Busy maakt hem goor, toch? Ja. Busy maakt hem goor, ja. Ja, klopt. Oh, hilarisch, ja. Ja, ja. En dat nummer is dat traag is op een gegeven moment in Turkije en zo toch ook helemaal door het dak gegaan. Niet normaal. Turkije en sowieso een heel deel van het Oostblok. En toen ging die op een gegeven moment, kreeg hij een soort rare kickstart in India. Dat we echt nog met de handjes knepen. Zo van, als die daar gaat, hoeveel mensen wonen daar? 20 miljoen, hoeveel mensen daar wonen. En maar hij doet nu nog steeds elke dag op YouTube, doet hij elke dag nog 2 ton. Zo, niet normaal, man. Nog steeds. Wanneer is dat? 2017 was die, denk ik. Goh, hij heeft ook op TikTok heeft hij ook weer een nieuw leven gekregen en zo op een gegeven moment, toch? Ja. Dat is ook trouwens dat andere nummer uit Nederland, dat Konjo. Ja, die van Atje. Die zie ik overal terugkomen. Ja, echt ja, bij, dat is bij ook zo'n ding. Die Konjo en Locomotief van Felix. Ja. Dat zijn van die dingen die gaan gewoon de grens over. Dat wat heb je, wat zo'n nummer als Konjo, Atje, heeft hij daar ook wat aan gehad dan nog? Of wordt dat gewoon, dat deuntje wordt dan geript en... Adje kennende heeft die zijn papierwerk goed op orde. En dan kan je er best wel wat aan hebben, ja. Ook als dat op TikTok wordt gebruikt in filmpjes? Misschien niet. Ik denk niet dat TikTok op filmpjes uitbetaalt. Althans, daar weet ik het fijne niet van. Maar gewoon, ja, hoe groter het nummer wordt, hoe meer die gaat doen natuurlijk. Ja, mensen gaan uiteindelijk opzoeken van uiteindelijk wie heeft dat gemaakt, ja. Dus dat is eigenlijk wat, als je om antwoord te geven op je vraag... van dat er toen ineens een soort YouTube-generatie opstond. Ja, ik ben met die samenwerking met Busy... ben ik daar heel goed weer doorheen gekomen. En toen kreeg mijn eigen shit weer een boost. En toen deed ik mee een expeditie. Dus zo had ik mooi die overbrugging weer met die generatie. Ja, en toen kwam daarna weer een nieuwe generatie. Stond ik weer voor hetzelfde. Zo van, ja, kut, wat gaan we nou weer doen, weet je wel? Ja. En toen... had ik Lil Cranny en Liefde in de Lucht. Ja. Toen zag ik weer lekker. Waar zit je nu? Ja, weer op dat punt dat ik denk, ja, wat ga ik doen? Wat wil je doen? Ja, zeg het maar. Ik zit lang genoeg in het spel, volwassen genoeg om in te zien dat wie ik ben en wat mijn waarde is binnen de muziekindustrie. Dus ik heb gewoon mijn boekingen. Ik heb hele loyale, hele toffe fans. En we verkopen hele mooie zalen uit, weet je wel, tot een AFAS aan toe. Dus dat zit lekker. Maar ja, wat ga je nu... Ja, wat ga je maken, weet je wel? Wat wil ik de mensen nu gaan vertellen? Ja, vroeger gingen mijn hele albums over nat kutten en ecstasypillen. In allerlei verschillende vormen. Maar in principe ging het daarover. en nu, weet je wel? Ja, nu heb ik dat niet op die manier. Maak ik dat soort dingen mee. Je zit in een andere fase van je leven. Daar komen we straks ook eventjes bij terug. Maar weet je... Word je er wel eens... onrustig of ongelukkig van als je in zo'n fase zit... dat je het gewoon even niet meer weet. Voel je dan een enorme druk van... kut, ik moet nu weer met iets komen? Of bijvlagen. Ja. Bijvlagen. Wat gebeurt er dan? Ik ben niet super onzeker ingesteld. Maar ik denk wel dat het iedereen wel schrijft. Ja, soms dan... In principe ben ik... Ik durf hardop te zeggen dat ik absoluut geen hater ben. Zo van, ik ben echt van mening dat er is genoeg publiek voor iedereen... er is genoeg geld voor iedereen... er zijn genoeg zalen voor iedereen, die heeft dit... Maar heel af en toe, als je een paar keer studio-sessies hebt gehad... en het komt er niet uit en dit... En dan zie je een snelle, een boef, een Suus en Freek... een whatever, zie je gewoon even hun momentum pakken. Mm. Ja, dan moet je dus even relativeren. Ja, ja. En zeggen van, hey, luister Tijger, die fase heb jij net gehad. Je hebt nu geen plaat liggen. Je moet gewoon ontwikkelen, je moet dingen... Ja, dan heb ik soms als een off-day dat ik denk, ah, godver... Waarom niet? Ja. Nou ja, ten eerste omdat je zelf geen single uit hebt. Dus mensen kunnen ook niks horen. Waarom luistert niemand naar me? Ja. Oh, ik heb niks online staan. Nou ja, en soms gaan ook, weet je, ik heb ook eind 2019 2 singles gedaan. Grote producties, grote video's erbij. Ja, daar heb gewoon niemand gehoord. Mm. Ben je kraantje papi? Ja, dat gebeurt ook, weet je wel. Dus het is echt niet allemaal raak. Dus ja, soms heb je wel eens dat je denkt van, oké. Maar het is zo kut. Het zijn niet allemaal van die 30 miljoen klappers. Nee, maar het is natuurlijk ook zo kut. Want je bent zo goed als je laatste plaat. Is een beetje een dooddoener. Maar dat is... Kijk, we ervaren overal druk. En dat met druk... Ja, je probeert relevant te blijven in je werk. En als jij afhankelijk bent van je populariteit... Dat ben jij in je muziek. Maar dan ben ik in theorie ook met mijn filmpjes... of Instagram of social media. Dan voel je toch altijd een druk om die relevantie te blijven behouden. En... Het enige wat ik wel bij muziek altijd... Ik kijk er ook wel eens naar van... Het lijkt me zo heftig. Dan heb je net een album gedropt wat een succes is. En dan komt inderdaad die volgende... dan komt daar ineens sneller.
Ja. En dan die zuigt alles op. En die alles wat hij aanraakt verandert in goud. Ik kan me heel voorstellen dat daar een soort van best wel een onzekerheid uit kan ontstaan. Of een enorme druk. Ja, soms dus. Ik heb er niet super, wat ik zeg, ik heb het af en toe is dat het me aangrijpt. Maar jij kent de klappen van de zweep ook al. Ja, en wat ik zeg, ik vier heel erg andermans succes. Ja. En dat kan je aan een hoop collega's vragen. Zo van, ik heb af en toe een off day dat ik even met mezelf zit. Dat ik denk, maar in principe, als ik gewoon elke keer als, of het nou Snelle, Suzanne Freek, Boef, Jonna Vreese, winnaar is, elke keer als iemand een enorme win pakt, heb ik daar uiteindelijk zelf ook wat aan. Ja. Weet je, het werkt mij nooit tegen als iemand anders aan het winnen is. Nee. Het is niet dat er zo van, ja, Alex, hier heb je geld, en dat iemand anders dat snel pakt. Dat zijn maar niet. Iedereen is gewoon keihard aan het werk. Dus het motiveert me 90-95% van de tijd. Ja. En 5% van de tijd moet ik het eventjes een plek geven. En zo van, hey, het gaat niet over jou hier. Nee, maar dat doe je menselijk, vaak, toch? Dat is heel menselijk. Dat is heel menselijk. Dat je het op jezelf gaat betrekken, waarom ik niet. En dat heb je, zonder het namen te noemen, heb je het idee dat in die scene wel mensen dit moeilijker vinden dan jij? Die dat niet 5% van de tijd hebben, maar misschien wel 50% van de tijd? Nou, ik had zo namen genoemd als het moet. Want ik denk niet dat het iets is om je voor te schamen. Alleen ik denk wel dat je... Dat je mag ze ook noemen als je het wel. Nou ja, ik zou niet weten wie. Hmm. Ik denk niet dat iemand dat openlijk toegeeft. Nee, precies. Maar misschien dat je het merkt of proeft in de scene. Nou, waar ik wel van weet, die allebei door een echte fase zijn geweest waarin het eventjes lastig was, is Polska. Ja. En Murder Turk. Ja. Die hebben gewoon allebei, maar ook, dat hebben we ook allemaal gezien, een fase gehad waarin het even niet landt. Hmm. Maar kijk ze nu eens winnen. Ja. Ja, dat vind ik nog inspirerender dan mensen die vanaf het begin winnen. Als ik nu zie dat Murder gewoon fucking 5 miljoen luisteraars per maand heeft, dat hij de Turkse voice aan het doen is. Ja. Dat alles wat hij aanraakt nu in goud verandert. Zo van, dat kan alleen maar omdat je in een diep dal je focus altijd goed hebt gehad. Is hij de Turkse voice vanuit aan het doen? Sorry. Hij zit in de stoel bij de Voice of Turkije. Wat vet, dat wist ik helemaal niet. Hij is een megaster daar. Hij kan hier over straat. Het is echt lijp. Ja, man. Ik ben helemaal niet bijgelovig en ik geloof ook eigenlijk helemaal nergens in. Maar wat ik wel wil aannemen is dat alles wat je ergens insteekt, komt ook weer terug. Ja. Dus je kan alleen maar zo pieken als je dus ook in je donkere fase altijd je focus right hebt gehad en iedereen zijn geluk ook gegund heeft. Ja, En ja, dan betaalt dat zich terug. En nu kijk je nu naar Polska. Zo van, ja, vroeger was hij gewoon een rond balletje. Ja. En nu is hij helemaal ripped. En normaal, is hij gewoon in Polen echt een enorme king. Ja. Weet je wel? En dan gaat dat binnenkort ook weer ineens in Nederland weer overwaaien. Dat kan niet anders. En dan heb je gewoon echt je plekje ook gevonden, toch? Want zo'n carrière is ook zoeken. En op een gegeven moment, als je je plekje vindt, dan komt die berusting ook van, lekker man, ik hoef niet meer. En dan denk ook tot dan die druk weg app, want jij bent ook in staat om al te relativeren of in ieder geval je eigen succes te erkennen. En ook te erkennen als het een periode is waarin het wat minder gaat. Je kunt dat accepteren omdat je weet van, nou, maar ik heb mijn plekje wel. Ik hoef niet meer zo nodig alles omver te schoppen om dat vast te houden. Nee, ja, het is gewoon altijd wennen als het grootste ding is gewoon, en dat zal jij ondertussen ook misschien wel beginnen te ervaren, is als het nieuwe ergens afgaat, wordt het gewoon lastiger. Ja. Klopt. Mensen zoeken altijd, zeker nieuwspagina's, zoeken altijd naar het nieuwe. Dan niet van iets nieuwspagina, maar zo van, en dat is gewoon, daar kan ik lang en kort over lullen, maar dat is er bij Kaantje Papi, is het nieuwe er nu af. Ja, ja. En dan moet je gaan zoeken van, oké, wat nu dan? Ja, en dat heeft dus nadelen en voordelen. Want je hebt dan ook het moment bereikt dat je gewoon wel... het nieuwe is er misschien wel af, maar je weet wel gewoon... Je kent je positie wat beter. Ik moet wel zeggen, ik heb al veel meer rust, hoor. Dat is echt met de leeftijd gekomen. Hoe oud ben jij? Ik ben nu 30. Oh ja. Maar dat cliché van, als je ouder wordt, dan gaat het je wat minder doen. Dat is wel, bij mij is het wel echt gebeurd. Maar waar zit het hem dat in? Dan hou je bijvoorbeeld minder cijfers in de gaten of zo? Ja, wat meer gewoon content zijn met wat meer vertrouwen op dat het allemaal wel goed komt. En je hebt gewoon meters gemaakt, weet je. Dus je bent niet meer zo snel onder de indruk van iets. Of je laat je ook niet meer zo snel uit het veld slaan. Wat jij zegt, van je kan nu veel beter... Nou, je geeft jezelf de ruimte om die 5% van de tijd even heel erg te balen. Mm. Maar je weet ook gewoon, voor 95% ben je gewoon positief. Gun je mensen dat. En weet je dat die toch wel weer een keer terugkomt bij jou. Dat voel ik ook. En... Maar zit er een groot verschil in wat jij toen najaagde en wat je nu najaagt? Ik was veel wilder vroeger, weet je wel. Het was allemaal gewoon... Ik denk ook dat ik op veel meer dingen ja zei. Omdat ik gewoon blind was. Want ik wist ook niet waar die top dan lag. Of is er überhaupt een top? Maar wat wilde jij? Want jij wel...
jij begon gewoon op een gegeven moment met filmpjes uploaden. En wat wilde je dan? Ja, dat weet ik niet. Ik had helemaal geen doel. Nee, oké. Okay. Bekend worden, of dat ook niet? Nee, zeker niet. Want bij mij is het echt als een hobby ontstaan. Dus toen ik zeg maar die filmpjes online gooide, toen waren er geen voorbeelden van mensen die daar hun werk van hadden gemaakt. Ik wist ook niet, ik überhaupt nooit het idee gehad dat je daar een euro mee kon verdienen. Maar wel, ik ben wel altijd zo geweest dat als ik dan ergens inspring, dan wil ik er ook goed in worden of zo, weet je. Als ik wil presenteren, dan wil ik ook wel een programma als Expeditie Robinson presenteren. En ik heb gewoon een periode gehad waarin alles lukte, zeg maar. Uh-huh. Ik ging een theatershow doen, ik had nog nooit op het podium gestaan. Ik verkocht in 24 uur 6 zalen uit, 6.000 kaartjes. Ik denk, hè? Komen mensen naar mijn flauwe grappen luisteren? Ja. Maar gewoon in De Lamar, in het Luxor Theater, en gewoon echt grote, waar cabaretiers gewoon jarenlang voor doen, mm-hmm. kwam dat irritante ventje uit Rotterdam, die gooide het op Instagram en hij verkocht die zalen uit. Er was gewoon een periode dat ik dacht van, ik tik alles aan, ik ga dat ook doen. Ja. Weet je, ik vond het leuk. Maar ja, op een gegeven moment ben ik ook wel op een punt gekomen dat ik gewoon te veel hooi op mijn vork had genomen. En je kanalen en Expeditie en Temptation doen en tussendoor nog een theatershow. En ja, weet je, dat je gewoon merkt dat focus ook fucking belangrijk is. Ja. Ik zou bijvoorbeeld nu, als ik weer een theatershow zou doen, zou ik gewoon zeggen, ik ga dit jaar alleen maar die theatershow doen. Ja. En niet ook nog 20 dingen daarnaast. Nee. Dus dat zijn allemaal wel leermomenten. En nu heb ik gewoon wat meer rust of zo. En het hoeft niet allemaal in hetzelfde jaar gepropt te worden. Weet je wel, dat succes hangt niet af van één momentum. Je mag gewoon best wel plannen. Dus gewoon berust. Ik voel wat meer berusting. Maar niet bang om in de vergetelheid te raken als je te weinig doet? Nee, eigenlijk niet. Want ik heb... dit jaar is die coronacrisis uitgebroken. Dus best wel veel van mijn werk is niet doorgegaan. Wat is uitgebroken? corona. Huh? Ja, iets met een Mexicaans biertje. Nee, ik had dit jaar eigenlijk gewoon best wel veel dingen die niet doorgingen. En toen zat ik thuis, ja, ging me weer vervelen. En dan kom ik op die podcast. Ik luister altijd een podcast van Mike Tyson. Oh ja. Vond ik gruwelijk. En is dat hotbox? Ja, hotboxing. En daar zit ook die gast bij, die grote American voetballer. En ik luisterde naar, ik vond het zo chill. En ik zat altijd te luisteren. Ik denk, ik wil meedoen in zo'n gesprek. Gewoon lekker zo chill, onderuit gezakt. Ja. Belt Alicia, mijn manager. Ik zeg, ik ga een podcast opnemen. Ik ga het gewoon doen. Ik ga gewoon allemaal mensen uitnodigen. En we zien wel waar het strand. Ik noem het even relativeren. Ik ga gewoon een uurtje lullen. Ja. Nou ja, dat is wel gewoon best wel gewoon een succes geworden dit jaar. Weet je, we hebben gewoon steeds in die top 3 gestaan van Spotify. Zijn we eigenlijk niet meer uitgegaan. En nu... Ja, ik had het iedereen dat roept met zijn podcast de hele tijd. Ja? Dan wil je in de top 3 staan. Ja, ik heb het idee. Als je uitgenodigd wordt, hoeveel mensen instaan. Er staan 100 mensen in de top 3. Ja, dat idee heb ik altijd. Dat iedereen altijd zo hoog staat met zijn podcast. Ja? Ja. Misschien is dat wel een manier om mensen uit te nodigen of zo. Van, ja, omdat er zijn geen cijfers, toch? Jawel. Tuurlijk wel. Dat je dat niet bijhoudt? Ik kan nu kijken hoeveel streams Kaantje Papi heeft op zijn laatste single. Maar ik kan niet zien hoeveel streams er zijn op FRTV of Day One, de podcast. Dat het openbaar is, bedoel je? Ah, oh ja, ja, nee, dat klopt wel, ja. Nee, maar je ziet natuurlijk gewoon, Spotify zelf houdt hem bij, hè? Maar die heeft daadwerkelijk een top staan. Ja, tuurlijk. Oh, dus mensen liegen misschien ook wel tegen mij. Je kan het zo checken. Oh, ik kan het wel checken. Ja, tuurlijk, man. Ik heb dit eigenlijk niet gaan checken. Jawel, gek. Ja, maar ik wil het niet checken. Ik ga nu ook aannemen wat ik nu geloof. Monica. Ik ga nu gewoon twijfelen. Geus en Gorgels. Was binnen 3 weken zijn we op 1 beland. Top 3, ja, 1. Nee, 1. Ja, 1, ja. We gaan er ook niet. Nee, op 1. Ga maar kijken. Ja. Samen met Day One. Nee, Day One staat echt... Waar staat Day One? 18 of zo. Nee, Day One is een leuke podcast. Zullen we eens even kijken, gewoon voor de gein? Oh, nee, dat is gaar. Nee, Jay kwam wel met een... Hij kwam wel met een knal binnen, weet ik. Hij, Jasper, je doet ook zijn podcast, toch? Dus, nou goed, laat gaan. Hé, hey, maar... maar lang verhaal kort, want... Nee, dus toen ben ik die podcast gaan doen. Ja. Daar verwacht ik dan op dat moment ook weer niet te veel van. Ik begin gewoon en ja. Ik denk als je gewoon je ziel en zaligheid erin legt en je vindt het heel erg leuk. Ja, ik heb het gevoel dat het dan altijd wel boven komt drijven of zo. Ja, het ding met de podcast is wel altijd, het is zo afhankelijk gewoon in principe van de presentator. Ja. Ja. Ja, dat klopt. Toch, want je luistert een podcast eigenlijk, ja, ik luister een podcast. Ja, of je gast, hè? Ja. Ja en nee, want ik vind bijvoorbeeld, Jamie Foxx vind ik eigenlijk heel erg tof om naar te kijken. Ja. Maar als hij op de verkeerde plek zit, dan vind ik het niet leuk. Nee. Nee. Ik volg Smoke Drink Champs, de podcast. Volg ik echt heel intensief. En die kijk ik bijna allemaal. Ook met allemaal mensen die mij niet boeien. Maar ik vind Norrie, degene die hem presenteert, vind ik gewoon tof.
Hetzelfde als die Joe Rogan. Ja. Daar kijk ik af en toe wat dingen van. Dus die heeft een soort van dan hele interessante gasten uit alle aspecten van de hele wereld. Maar die worden aangenaam omdat hij op de juiste manier natuurlijk gewoon ermee omgaat. Klopt. Waar ik naartoe wil is meer van de reden dat jouw podcast en die met Monica goed lopen, is gewoon dat mensen gewoon graag naar jullie luisteren, zou ik denken. Ja, maar je moet ook wel kijken in deze podcast. Ik kan tegen mezelf gaan zitten lullen, maar willen mensen natuurlijk ook gewoon interessante gasten zien. Want ik zie het ook wel terug in de views, ik bedoel. Ja, maar er gaat obviously een verschil dus zijn tussen de keer dat ik hier zat, of de keer dat ik bij Day One zat, of de keer dat ik daar zat. Zo van, toch dat? Ja, klopt. Ja, ik vind het wel vet. Ik heb zelf ook over nagedacht om te podcasten. Totdat iemand een meme online gooide en die zei, oh, ik heb vandaag twee gasten ontmoet, die hadden geen podcast. En dacht ik, oh, ik denk dat ik weet het niet. Echt niet meer even naar me sturen. Ja, oh, heerlijk. Ja, nee, maar echt, iedereen is nu aan de podcast begonnen. Maar het is leuk. En ik denk ook dat er ruimte voor is. En dan krijg je altijd weer van, ja, iedereen doet nu een podcast. Maar aan de andere kant, er is gewoon blijkbaar heel veel behoefte aan. En wat ik chill vind, ik kom natuurlijk uit die YouTube-generatie waarin wij met Concentrate, hè, die programma's online, het was altijd gebrand op snelle content. Ja. Met schurende titels. En ik was daar zo klaar mee. Alsof de spanningsboog van mensen in Nederland zo beperkt was dat je alleen maar met dat soort rotzooi aan kon komen. En ik dacht, fuck it, ik wil gewoon een gesprek van een uur. Want ik vind het ook zelf chill om daarna te luisteren. Ja. Bij bijvoorbeeld Hotboxing of Joe Rogan luisterde ik ook gewoon een uur lang. Ging ik lekker koken. En je ziet nu dus dat daar fucking veel behoefte aan is. Mensen het gewoon tijdens het hardlopen luisteren. Dus ik denk dat er ruimte zat is. Hey, we zitten bijna op een uur. Maar ik wil natuurlijk nog even naar een belangrijke gebeurtenis in je leven, Kraantje. Want we laten het muziek even voor wat het is. We laten de podcast voor wat het is. U bent vader. Zo. En of. Je denkt, hey, je hebt gelijk. Ja, man. Dat is echt... dan maakt in één keer alles waar je het dan zo'n uur over hebt, staat in een schil contrast met dat. Wat bizar dat iedereen dit zegt en dat het gewoon ook echt zo blijkt te zijn. Het is zo fucking lijp, want ik heb best wel wat mensen om me heen al wel gewoon met kids. En ik heb, weet je, ook wel een beetje rondlopen vragen en zeker ook in de industrie. Specifiek de eerste keer dat ik mee mocht doen aan Vrienden van Amstel. Toen kwamen wij daar in die bubbel terecht en toen dacht ik, ja, ik ga nooit meer naar huis, man. Dit is vet, ik blijf 3 weken hier in dit hotel. Maar er gingen gewoon collega's, Nick, Simon, Jeroen, whatever. Ja, nee, ik ga nu even een paar nachtjes thuis slapen. Want ja, dan kan ik die kids nog even naar school brengen. Ja. Dat ik dacht, kut, je zou mijn kids hebben. Moet je hier weg? Hoe vet is dit? Hier kan je de hele tijd... en nu kom je er gewoon achter dat... Ik snap in één keer exact waarom ze dat gaan doen. Ja. Het is zo fucking lijp, man. Ik werd ook helemaal scheidsziek van mensen die zeiden, ja, nee, alle clichés zijn waar. Het is zo mooi dat ik weer, als iemand nou nog één keer tegen me zegt, alle clichés, geef me gewoon een antwoord. Wat kan ik verwachten, weet je? Ik heb een druk leven. Ja, als je mij nu vraagt, ja, hoe zit dat? Ja, alle clichés zijn waar. Ik zou het ook niet weten hoe ik het uit moet leggen. Dus ze was daar, je kijkt eraan en ik van de een op het andere moment. Dus je hebt zeg maar een soort van, je hebt dan Sarah en Alex en dan haar ouders. En we hebben allemaal gelukkig. Ja, gelukkig. Dat is ook nog spannend. Nee. En we hebben allemaal prioriteiten. En daar hebben we ons hele leven voor gewerkt. En hebben we dingen. En we hebben tegen elkaar gezegd van, we gaan wel altijd met elkaar blijven. En ik hou van je en je bent het belangrijkste. En weet je wel, schat, je bent belangrijker dan mijn werk. En toen was, ze heet Maeve Celine. Ja. En toen lag Maeve daar. En toen deden we onze prioriteitenlijsten allebei zo. Trrr. Voor de mensen die alleen luisteren, ik doe nu 2 handen in de vorm van 90 graden. Zo doe ik zo, paf, naar beneden, alsof er een verdieping zakt. Alles gaat naar beneden. Dus ineens, en toen zei iemand, gaf mij het voorbeeld, een klein beetje een luguber voorbeeld. Maar die zei, als nu je huis in de fik gaat, normaal gesproken, als jij dan word je wakker en denk je, waar is Saar? Mm. En Saar denkt, waar is Alex? En nu denk je allebei, waar is Maeve? Ja. En het is goed. Ja. Je weet dit van elkaar, je hoeft dat niet te zeggen, dat is zo en je accepteert het ook. Ze is niet meer... Sarah is niet meer jouw belangrijkste en jij bent niet meer haar belangrijkste. Zo, maar dat is gewoon een moeder- en vader instinct. Wat gewoon, dat is gewoon swip the... Nee, hoe zeg je dat? Flip the switch, bedoel ik. Bam, en het is gewoon van zover. Het is zo gek. Wij liepen in de laatste 2 weekjes voordat die kleine was. Weet je, liepen we door de Herenstraat in Groningen. En dan zeiden we tegen elkaar van, wow, dit is gewoon de laatste. Volgende keer lopen we hier waarschijnlijk met een kinderwagen of zo. Weet je, dan probeer je het je voor te denken. En dan sta je bij de auto en zeg, oh, dan til ik haar nu erin. En dan, totdat ze er is, en is het ineens allemaal anders. Maar ook allemaal alsof je denkt van, ja, het had altijd zo moeten zijn. Het is gewoon echt gek. Prachtig. Binnen 1 seconde kan je er niet meer wegdenken. Ik vind het ook wel leuk, want je zegt,
Je zegt over Sarah van ja, op een gegeven moment is Sarah niet meer de belangrijkste en je bent niet meer de belangrijkste voor Sarah. Nog los daarvan, wat begrijpelijk is, want ik denk dat een kind gewoon direct op nummer 1 komt. Maar wat ik wel echt heel tof vind aan jou en Sarah is gewoon, ik weet niet man, ik heb jullie denk ik in Madrid voor het eerst samen echt gezien. Ja, denk ik. En jullie zijn altijd gewoon voor mijn gevoel gewoon zo'n sterk duo, want ik kom Sarah ook tegen dan, weet je wel, bij Vrienden van Amsterdam erachter. Ja. En dan is Sarah altijd ook bezig om jou, ja, nog meer in je kracht te zetten, weet je wel. Ik vind het gewoon tof. Er zijn de teams, ze doet nu ook je management. Ja. Hoe belangrijk is Sarah voor jou? Ja, rete belangrijk. Ja. Ja, het is echt tof, want we zijn inderdaad echt supersterk. We voelen ons ook echt goed. We zitten er echt goed in. We hebben natuurlijk een korte break gehad, weet je. Ja. We zijn heel even uit elkaar geweest. Heb ik ook nog andere relaties tussendoor gehad. Maar dat is wel een tijd geleden alweer. Ja, het was 7 jaar geleden ondertussen ook alweer. En daarvoor ging ik ook al een jaar of 4, 5 met Saar. Dus ja. Alles bij elkaar opgeteld zijn Saar en ik ergens in de buurt van de 12 jaar, zeg maar, samen. Ja, Saar is superbelangrijk. Het is echt... Ik kan met haar gewoon alles bespreken. Ik ben nog steeds elke ochtend als ik haar zie, ben ik verliefd op haar. Weet je, ik ben super trots dat zij de moeder van Maeve is. Ze is ook echt nu al de beste moeder ooit. Ja, weet je, ja, het is echt een lief wijf. En ze is gewoon afgestudeerd. Ze heeft een universitaire diploma. Ze heeft een knap stel hersen. Ze heeft een goede kop. Dus ze kan alles worden en doen wat ze wil. Ze kan ook alles. Maar ze heeft gewoon... ze doet gewoon mee met mijn plan. Ja. En dat vind ik wel sick. Daar moet je wel veel vertrouwen voor hebben. Want het is namelijk niet dat zij... in is gestapt op het moment dat er al een Rolex was, of een koophuis, of een shows, weet je wel. Ze is ingestapt op het punt dat ik schulden had. Ja. Dat ik toen wij net met elkaar gingen, heb ik haar in de eerste maand heb ik gezegd van, hey, luister, ik denk dat ik wel echt verliefd op je aan het worden ben, maar kan je wel nu alvast vertellen dat ik je de komende tijd niet meer uit eten ga kunnen nemen? Nee, ik ga je misschien wat meer kopzorgen bezorgen. Ja, ik heb gewoon geen geld. Ik heb minder dan geen geld. Momenteel. En dat duurt nog wel even, en ik weet ook niet precies hoe. Toen was haar, die zei van, nou, post erbij, bellen. Ja. Ze gaan bellen. Afbetalingsregelingen gaan doen. Ja. Zeg, bam. Oké, dan. Kunnen we over een half jaar kunnen we gaan uiteten. Ja. Oké, cool. Mooi, man. Dus dat is saai, weet je wel. Ja, nee, dat is top. Het is echt lachen. En het is, weet je, haar familie gaat goed met mijn familie. Dus nu Maeve er is, zijn we dus echt ook nog... Nu zijn we echt voor het leven aan elkaar verbonden. Ja, te gek. Weet je wel? Zo van, ja, zij zal nooit meer niet in mijn leven zijn. Zo. Dus dat is wel... Ja, ze zal nooit meer niet in mijn leven zijn. Ja, dat is wel wat er gebeurt als je kinderen krijgt. Dat is fantastisch, man. Krijg, ja. Ja, ik vind het mooi om te zien. Ik word er ook wel altijd blij van. We leven toch een beetje in een soort van vluchtig bestaan met z'n allen. En echt vaste relaties waarin het zo lang goed gaat. Tuurlijk hebben jullie een periode gehad even uit elkaar. Maar uiteindelijk is dat goed geweest. Want daardoor zijn jullie nu waar jullie nu zijn. Dus dat zie ik gewoon als onderdeel van de relatie. 100%. Ik word daar heel blij van. Moet ik zei dat toen de tijd ook. Toen kwam dat mij heel goed uit om dat zo op die manier te verwoorden. Nee, ja, het is natuurlijk... Achteraf gezien, beaamt zij dat ook, weet je wel. Ja. Dat was ook zo. Dat is gewoon een traject waar je doorgaat. Je kan het ook maar 1 keer doen, deze hele shit, dit leven toch? Ja. Dus zo van, ja, dus als je... iemand moet gewoon... Sarah moet op haar beurt heel erg waarderen dat ik haar kies om dat te doen. En ik moet heel erg waarderen dat zij mij kiest. Zeker. Om dat daarmee te doen. Zo van, ja, ik ga je dus je volledige soort vrijheid die je in je eentje hebt afnemen. Precies. Maar als het goed is, wordt het beter. Ja. Dat had ook op het geboortekaartje gezet. Alleen was ik... Als het goed is, wordt het beter. Ja, nee, ja, ja. Alleen was ik oké. Okay. Samen waren we beter. Nu zijn we compleet. Dat stond op het geboortekaartje. Nou, mooi. Is okay. Ik vind het een mooie afsluiter ook. Wel, toch? Gezegd. Hey, Alex, heel erg bedankt voor je komst en voor ik jouw gezelligheid. Man. Ik ook. Het is anders dan in de kroeg, maar desalniettemin. Nou, dan gaan we gewoon de volgende keer... gaan we daarvoor. Ik vind wel het buitenland, dat we dat gewoon een beetje aan moeten echt, houden. Echt, wij zien elkaar nooit in Nederland. Lekker decadent, ja, laten we dat doen. En ik ben eigenlijk ook wel blij dat we het niet te veel daarover hebben gehad. Ik hoop natuurlijk dat je snel weer aan het werk bent en dat je gewoon alles weer kan oppakken. Maar voor nu is het even goed om tijd te besteden aan je kindje. En gelukkig heb je die tijd nu. Ja, dus ik zou zeggen, geniet er lekker van. Komt helemaal goed. Doe Saar de groetjes van me. Dat ga ik zeker doen. En ik zeg tegen iedereen, kom nog een keer terug als je het leuk vindt. Zeer zeker. Als ik weer een plaat gemaakt heb en het is gelukt, gaan we het over hebben hoe het me gelukt is. Oké, man. Hey, mensen, bedankt voor het kijken en luisteren. Vergeet niet te abonneren en tot de volgende keer. Ciao! Yay.